Jullie hebben daarnet hopelijk goed gekeken naar het filmpje van Ik snap dat. En als je niet gekeken hebt, wel, dan moet je nog kijken. Want het is natuurlijk nieuwe leerstof. Je moet maar één blaadje maken in je werkboek. Dat is niet zoveel. Maar je moet wel goed nadenken. Je ziet misschien al, ik heb bij bolletje 4 al alle getalletjes in fluogeel gezet. Je mag dat ook doen in jouw boek. Liefst met een fluo of met een kleurpotlood, niet met jouw gewone potlood of een stift, want dan zal je ze niet meer zien staan. De bedoeling is dat jij al die getallen in de juiste kolom gaat plaatsen. Ofwel schrijf je het bij een getal als aanduiding van een rangorde. Dat wil zeggen een getal in een rij. Ofwel is het een getal als aanduiding van hoeveelheid. Dus dat wil zeggen hoeveel dat er in totaal zijn. Dan een getal als maatgetal. Dat gaat over meter, euro, liter, kilo. Al die speciale dingen, dat is een maatgetal. En een getal als code. Dat is bijvoorbeeld telefoonnummer of je postcode van je stad. Dat zijn getalletjes die zomaar bij elkaar een nummer vormen dat wij als een code gebruiken. Dus je schrijft minstens overal er 2. Als je denkt, ik snap er eigenlijk nog niks van, moet je misschien eerst nog eens het filmpje van Ik snap dat bekijken. Als je dan bijvoorbeeld hebt gezien wat een getal als hoeveelheid is, kan je gaan zoeken in je tekstje naar een hoeveelheid. En dan bij vierkantje 1 ga ik ze ook nog eens aanduiden in het geel. Dit gaat over de 5 weken, 2 uur, 99 euro. De straat met huisnummer 17, de postcode en het telefoonnummer. Ook deze zet je in het fluo en ga je in de juiste kolom schrijven. Zoals je misschien al ziet, heb ik maar 6 dingen aangeduid, dus je zal waarschijnlijk ergens een streepje over hebben. Of je zal in totaal 2 streepjes over hebben. Okay. Dit is niet zo erg als je deze les niet zo goed begrijpt. Dat is een extra les. Maar doe wel je best, want in het 4e en het 5e zal je dat wel nog eens zien. En dan is het al leuk als je dat misschien een beetje kent. Veel succes!